Het is een uitdaging om schepen te vinden die producten van Grasalco kunnen vervoeren. Dit maakt het moeilijk om producten te exporteren naar afzetmarkten in het Caribisch gebied, waaronder Barbados. Volgens president-directeur van Grasalco, Wesley Rozenhout, komt er op kort termijn een oplossing voor dit probleem. Maar met onze begroting hebben we dat al opgelost, omdat we dan voor langere duur kunnen leasen of kopen. We gaan voor de optie van het leasen voor lange termijn, misschien 5 jaar van een boot, waardoor je het dan frequent kan exporteren. Dan kunnen we Barbados aandoen. Ook bij de export naar Guyana zijn er onregelmatigheden geconstateerd die weggewerkt moesten worden, legt Rozenhout verder uit. Ondertussen is de verkoopoffice, die in Suriname was gevestigd, als dochteronderneming geplaatst in Guyana. Een voordeel hiervan is dat de producten direct aan de man gebracht kunnen worden, zonder die vooraf te bestellen. Een ander voordeel is dat we ook nu op het moment gezien worden als een local bedrijf, waardoor we in staat zullen zijn om deel te nemen aan die biddingsprocessen van de overheid in Guyana. En die infrastructurele werkzaamheden in Guyana is verschrikkelijk toegenomen. Ja. We hebben reeds een offer van de Guyanese regering. En wij moeten nu antwoorden wanneer we ready zijn om die te leveren. En volgens Rozenhout is het bedrijf goed op weg te klimmen uit het financieel dal. En wordt er uitgekeken naar financiering van de begroting, zodat er nationaal als internationaal grote projecten uitgevoerd kunnen worden.